Een voorbijganger trof maandagavond in Meidrecht een gewonde jongen aan. Hij lag naast zijn fiets op een afgelegen terrein langs het fietspad tussen de Bozenhoven en Nijverheidsweg. Toen de ambulancemedewerkers het slachtoffer hielpen, gaf hij aan ruzie gehad te hebben. De politie startte een burgernetactie waarin gevraagd werd om uit te kijken naar de verdachte. De politie van Meidrecht is op zoek naar een ongeveer 20-jarige lichtgetinte man. Normaal tot forse postuur, bijna 2 meter. Hij draagt een zwarte jas en een spijkerbroek. Een woordvoerder liet weten dat de jongen beroofd is. Wat de dader buitgemaakt heeft, is nog niet duidelijk. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. Het slachtoffer is met onder andere pijn aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.